uw koninkrijk komen. Bid tussen hemelvaart en Pinksteren voor 5 mensen in je netwerk. Een vriend of vriendin, een buurman, een collega of iemand die je op straat wel eens tegenkomt. Maar hoe kun je meedoen? Allereerst persoonlijk. Je kunt het gebedsdagboek bij de IZB bestellen of je kunt via de IZB Connect app iedere dag tussen hemelvaart en Pinksteren een post ontvangen waarin je aangemoedigd wordt om te bidden en ook nieuwe ideeën aangereikt krijgt waarvoor je kunt bidden. Hoe mooi is het als je ook als kerkelijke gemeente aanhaakt? Als je predikant bent, bestel dan een aantal boeken voor je gemeente of leg contact met de gebedskring of pastorale team en maak het bekend in je gemeente. Je kunt de boekenleggers uitdelen waarop mensen de namen kunnen schrijven voor wie ze bidden. Je kunt ook boekjes bestellen zodat mensen zelf het gebedsdagboek gaan gebruiken. Of organiseer enkele gebedsavonden. Zet de deur van de kerk open en laat mensen op een vaste tijd binnenkomen waarop ze kunnen bidden voor de mensen die ze op hun hart hebben. Ook daarvoor zijn materialen beschikbaar op de website van de IZB, izb.nl/koninkrijkkomen. Daar vindt u ook een voorbeeldliturgie over hoe je een gebedshalf uur kunt houden en nog veel meer ideeën. Bid bijvoorbeeld voor 5 terreinen van je gemeentewerk waar je zorgen voor hebt, om zo op die manier te bidden voor de mensen die God op je weg plaatst. Bid daarom mee, uw koninkrijk komen, tussen hemelvaart en Pinksteren, voor 5 mensen in je netwerk.